30 mei 2020 zijn de verkiezingen voor de Nationale Assemblée in Suriname. Jongeren moeten kritisch kijken naar wie het land bestuurt. Er hoort balans te zijn tussen mannen en vrouwen, jong en oud. Gelijke kansen, echte vooruitgang. Balans in 2020. Goedemiddag kijkers, welkom bij het eerste live tv-debat van Balans in 2020. Balans in 2020. Welkom terug. Balans in 2020, een serie live tv-debatten. Wat houdt dat in? Balans in 2020 is een nationale bewustwordingscampagne waarbij de hele Surinaamse gemeenschap en jongeren specifiek worden gestimuleerd om kritisch te kijken naar wie het land bestuurt. En dat heeft natuurlijk alles te maken met onze nationale vrije en geheime verkiezingen op 25 mei 2020. Vandaag zitten als gasten aan tafel Rob Soentiek van Percaya Luhur. Goedemiddag. En Priscilla Dausa van de ABOP. Ook aan tafel onze journalisten, senior journalisten en voorzitter van de SVJ, Kalle Boetius, als ook Emmanuel Scheek, als vertegenwoordiger van de jongeren uit het Anton de Kom Universiteitsbestuur en ook mede-coördinator en organisator van Balans in 2020. Het onderwerp vandaag, twee onderwerpen, het eerste gedeelte onderwijs en het tweede gedeelte volksgezondheid. Onderwijs moet de eerste prioriteit krijgen van elke regering die er aankomt na 25 mei. In de afgelopen 20 jaar is er nauwelijks geïnvesteerd in onderwijs, waardoor het niveau en de motivatie van leerlingen en leerkrachten erg achteruit zijn gegaan. Men bleef zeggen dat er geen geld is, terwijl onderwijs bepalend is voor de ontwikkeling van een land. In het buitenland, met name de ontwikkelde landen, moet je de beste zijn. En om voor de klas te staan. Bij ons moet je eigenlijk vanaf 1979 de slechtste zijn. Als je niet bent geslaagd voor VWO, nergens anders, terecht kan, dan moet je maar het onderwijs in. Rob Soentiek, klopt dit of niet? Ja, helemaal. Wat gaat Partij Aluhoer doen? Nou, oké. Laten we even beginnen van als je het onderwijs beschouwt. Dan zou je het onderwijs, althans van ons perspectief, zou je het onderwijs moeten beschouwen als een instrument. Je hebt het daarnet bevestigd, weet je, van onderwijs is eigenlijk het instrument voor ontwikkeling. Wil je ontwikkelen voor je gemeenschap, is het zonder meer dat je alle aandacht moet gaan richten op het onderwijs. Dus wat dat betreft staan we gelijk op dezelfde lijn. De leer dat het meer geïnvesteerd moet worden onderwijs? Sowieso, meer geïnvesteerd. Ik wil dat deel even reserveren, want ik heb een aantal punten die ik zou willen beschouwen over het onderwijs vanuit ons perspectief. En dus met name de financiering van het onderwijs. Weet je? Gaat u daar zou je dan een norm moeten stellen. En jouw norm is in principe gekoppeld, weet je, aan het beoogde ontwikkelingsdoel. Als je zegt van je wil een land bijvoorbeeld gaan ontwikkelen, is het zo zonder meer dat je bevolking eens moet gaan ontwikkelen. Want als je met plannen komt, is het sowieso dat de bevolking de plannen moet kunnen lezen. En hoe je je plan ontvouwt, moet ook inzichtelijk zijn voor de bevolking. En dat betekent, je bevolking moet geschoold zijn. Wil je een bepaald punt bereiken. Nou, dat is dan met betrekking tot de norm en de financiering. Maar onderwijs moet je dan bekijken eigenlijk in een groter plaatje. Eigenlijk zou je kunnen zeggen van, weet je, vanuit een bepaalde levensbeschouwing. Vanuit een bepaalde filosofische een invalshoek. Mm-hmm. En dat hebben wij dan ook gedaan bij Papaya Luhur. Ja? Wij hebben altijd gezegd van, er zijn er twee manieren waarbij dan je tegen het leven kan aankijken. Je hebt de individuele kijk en je hebt de collectieve kijk. Het moment, weet je, dat je een gezin begint te stichten of je zit in een groep, in dit geval een politieke partij, dan is het sowieso vanuit een bepaalde collectieve kijk. Ja? En die collectieve kijk heeft te maken met de samenleving. En voor niemendal heb je dat woord samenleving. Samenleving is ontleend van het woord samenleven. Ja?
En dat zegt ook het woord gemeenschap. Je hebt iets gemeen, met elkaar gemeen. En wat is dat wat je met elkaar gemeen hebt? Ja, dat is dan je ontwikkelingsdoel. Ja. Dat is de basis. Dat is de basis. Daar hebben we dan een ideologie. Yeah? En met name op basis van die ideologie, wij zeggen van, onze ideologie is dan van nu op dit moment, is van individualisme, weet je, naar een, wij noemen dat de Gotong Royong samenleving. En Gotong Royong, weet je, dat is ook een Surinaamse taal, want het is het ontleen van de Javaanse taal. En Gotong betekent samen. Nee, Gotong betekent tillen. Tillen. Ja. En Royong betekent samen. Samen. Dat betekent samen tillen. En we zien nu op een moment, weet je, waar we helemaal de Surinaamse gemeenschap, weet je, eigenlijk aan de grond liggen. Mm-hmm. En dat is zonder meer dat we gezamenlijk moeten gaan tillen. Weet je? En dat is onze ideologie. En ik zei daarnet, weet je, onderwijs moet je zien als een instrument. En nu op dit moment is het dan heel nodig dat we dat instrument moeten gaan herijken. Ja? Houdt u dat vast? Gaan we naar Priscilla Panza. Nee, Tausa. Tausa, sorry. Percaya Luhur en de ABOB, die gaan samen straks instrijden. Ja. Dus bijna geen discussie tussen jullie, zou je denken. Ofwel, gaat u gaan. Maar dan geef ik zo en Emmanuel en Carla de gelegenheid om met u in elk geval in debat te gaan, zo direct. Nou, inderdaad. Er is aangegeven norm, er is aangegeven financiering, dus ik zal aansluiten op wat de vorige spreker zei. Je kan financiering hebben, maar hoe gebruik je dat geld? Ook al zouden we miljoenen hebben om te investeren in onderwijs, als alleen kinderen van Paramaribo dat krijgen en de rest van het land niet, dan is er geen decentralisatie. Als het gaat om de manier waarop we kijken naar onderwijs, wat leer je de kinderen? We hebben verschillende culturen in Suriname. Dat wil zeggen dat wanneer ik kijk naar het onderwijssysteem in Nikeri en bijvoorbeeld naar het onderwijssysteem in Marowijnen, dat als het gaat om bijvoorbeeld KCE, cultuureducatie, dat het misschien zou kunnen verschillen. Maar de basis, nationalisme naar Suriname toe, dat zou dus bijvoorbeeld wel tot uiting moeten komen. Kijken we naar onderwijs algemeen, dan merk ik ook dat we vaak genoeg een belangrijk deel vergeten. En dat zijn eigenlijk zeg maar de directoraten. Directoraat cultuur zou binnen ons onderwijs een heel belangrijke rol moeten spelen. Maar ook ontwikkelingsdienst waar je bijvoorbeeld curriculumontwikkeling hebt. Curriculumontwikkeling is waar het begint. Waar je stelt wat je gaat onderwijzen eigenlijk. En juist deze directoraten worden niet naar behoren zeg maar behandeld. Verder is het zo dat wanneer we kijken naar het onderwijs, dat we ook rekening moeten houden met accreditatie bijvoorbeeld. We moeten ook bijvoorbeeld kijken naar beurzen. Wie krijgt nou een beurs? Waarom krijg je een beurs? Al dat soort aspecten zijn belangrijk binnen het onderwijs. En als we zeggen dat we bijvoorbeeld doen aan herschrijving van de geschiedenis, hoe doe je dat? Wat verander je? Met wie verander je dat? Welke stakeholders worden er gebruikt? Zoals dit heet, balans. Zorg je voor een bepaalde balans binnen het onderwijs. Want we tekenen een aantal verdragen. Bijvoorbeeld de Sustainable Development Goals, waarbij education op plek nummer 4 staat. Dan praat het ook over gelijke onderwijs. Dan praat ik ook gelijk over mensen met een beperking. Als het gaat om inclusief onderwijs, praten we ook over een jongetje die bijvoorbeeld als meisje gekleed gaat. Zo ver gaat inclusiviteit bij onderwijs. Maar je moet je ook kunnen verplaatsen binnen je regio, binnen het Caribisch gebied. Anansi-verhalen bijvoorbeeld, waarom zouden die een belangrijke rol kunnen spelen in het onderwijs? Dus ik denk dat dit soort aspecten ook belangrijk zijn en binnen ons verkiezingsprogramma, binnen dat van de ABOB, is er dus daarom ook vooral vaak opgenomen leefgemeenschappen. Want pas als je die begrijpt en rekening houdt met de manier van onderwijzen, dan pas ga je goed onderwijs verzorgen. Kun je ervan uitgaan dat het leefgemeenschappenprincipe
Zou dat niet ook in het curriculum moeten komen? Want zover ik weet zit het er niet in. Nee, het zit er niet in. Ik kan bijvoorbeeld wel een voorbeeld geven. Op Pekin Slee heeft men op eigen initiatief gevraagd aan de heren die daar bezig zijn met kunst, de Tomboti Stichting. Daar heeft men dan aan ze gevraagd dat ze bij handenarbeid ook wel een bijdrage leveren. Zij zijn dus wel kenners van het maken van kunst, maar ze zijn geen onderwijzers. Okay. Maar vanwege het feit dat ze een know-how hebben, worden ze dan wel gevraagd om een bijdrage te leveren. Oké, dankjewel. Emmanuel, nou, ga je gang. Een mondvol, in principe van beide partijen. Wat ik wel tussendoor in beide partijen verweven hoor, is samenleving, leefgemeenschappen. Maar ik ben de mening toegedaan dat we het niet zo moeten segmenteren, want het gaat niet zozeer om alleen samenleving met betrekking tot onderwijs, maar ook gewoon de ontwikkelingsvisie. En één ding waar ik zeker blij van ben, is dat je het hebt gehad over cultuur, invulling op de directoraten. Hebben wij niet als samenleving gefaald dat we niet onze cultuuridentiteit samen hebben bepaald? Want op dit moment, we typeren onszelf als multicultureel, maar zijn we niet gewoon cultureel divers en moeten we niet dat samenbrengen naar één Surinaamse cultuur en juist dat onderwijzen? Ik ben het niet mee eens als je zegt dat we naar één Suriname moeten gaan, want het verschil dat we hebben, dat is wat ons uniek maakt. Eenheid in verscheidenheid noemt men dat bij de geschiedenis. Als het gaat om culturen, dan kan ik bijvoorbeeld aangeven dat het voor mij belangrijk is om Mundinsenskar te doen bij de Hunustanen en Puado bij de Maron. Het zijn beide geboorterituelen, maar je kan die twee dingen niet mengen. Want bij Puado bij de Maron wordt een kindje haar hoofd niet geschoren, terwijl bij het andere dat wel gebeurt. Dus bepaalde dingen kan je gewoon niet mengen. Net als hoe je masala niet kan mixen met afingi. Precies zo moet je het zien binnen het onderwijs. Anders krijg je een heleboel rare dingen. Wat wel moet gaan gebeuren, is de verhouding dat als we vijf of tien basisculturen hebben, dat die evenveel aan bod komen in any district, dan zijn we goed op weg. Rob. Ja, dus ik sta volledig achter haar, want dat maakt Suriname Suriname. Weet je, we zijn van overal gehaald, weet je, en het is geen toeval, denk ik. Weet je, we moeten dan komen tot geen uniform cultuur, maar een mengelmoes van culturen. Wat is dan een echte Surinamer? Een echte Surinamer ben ik, een Javaan, weet je? Ik zou zelf niet zeggen Javaan, ik ben een Surinamer. Ik zie uit als een Javaan. Ik draag de cultuuruitingen van een Javaan. Ja, dat maakt me uniek, een Surinamer. Maar als we teruggaan, sorry. In principe, wat jullie beiden hebben gezegd, is precies wat ik heb gevraagd. Ik heb niet gevraagd dat we... Nee, sorry. Je hebt gezegd van, je praat over segmentering, moeten we niet komen tot één? Dat is jouw stelling. Ja, moeten we niet komen tot één, omdat nee, op dit moment, op dit moment als we kijken naar hoe het eraan toe gaat, we hebben het wel over cultuur, educatie, maar dat blijft allemaal gesegmenteerd. En de Surinaamse cultuur, zoals jullie dat zeggen, het moet een mengelmoes zijn en het is een mengelmoes. Ik vier Pagua. Wat bedoel je met segmenteren? Segmenteren is dat we wel, wanneer het een nationale vrijdag is, dat we naar die parties kunnen gaan en we gaan bij iedereen eten en bij iedereen op bezoek, maar het blijft heel oppervlakkig. En in het onderwijs krijgen we het helemaal niet mee. Ik bijvoorbeeld, maar is dat segment? Dat is gesegmenteerd, ja. Het is alleen in kleine blokjes bij de echte mensen, echte kenners van de cultuur en bij de rest komt het niet aan. Dat is van jouw perceptie. Ik denk dat hij bedoelt, waarom is het niet ingebed in het onderwijs? Formeel onderwijs. Missen jullie dat? Ja, want dan behoud je cultuur. Absoluut. Dat missen we. Kijk, bijvoorbeeld als we praten over talen in Suriname, dan is er niet alleen maar Nederlands en Sranantongo. Dat is ook de Javaanse taal, dat is ook de Hindoestaanse taal, weet je, de Surinaam. Maar de basis van het onderwijs is de Nederlandse taal. Yes. Dus als je daarover praat, weet je, dan is het dan inderdaad, weet je, van het is geen segmenteren, is het uitsluiten juist. Ja?
Oké, okay. Jij nog wat aan te vullen? Ja, ik denk dat Emmanuel dus bedoelt, als ik het tenminste goed heb begrepen, dan gaat het erom dat hij eigenlijk meer zou willen zien vanaf bijvoorbeeld de kleuterklas, dat je de verschillende culturen aan bod laat komen. Yes. En dat is wel inderdaad iets dat binnen onze curriculum ontbreekt. Via kunstcultuureducatie is men nu bezig om dat te veranderen, maar het is nog niet wat het wezen moet. Voordat ik naar Kala ga, betekent het dat jullie, zowel de Partij Aluhur als ABOP, het eens zijn dat het prioriteit moet krijgen, zou er een nieuwe ontwikkeling in het curriculum moeten komen, ja. Dat jullie je daarvoor hard willen maken, want daar wil ik een beetje naartoe. Ja, waar willen de partijen zich hard voor maken? Yes. Ik denk dat als ik kan beginnen, is, weet je, van, ik sprak daarnet over het herijken van het instrument. Mm-hmm. Dus vanuit het instrument onderwijs bedoel je? Het instrument. Ja, ja. Dus ik noem het bewust het instrument. Het is geen een instrument. Het is het instrument voor de ontwikkeling. Ja. En dat instrument moet je gaan eiken. Dan moet je gaan kijken van, weet je, wat is eigenlijk wat je beoogt, wat je wil beogen, weet je, met het onderwijs. Is dat instrument inderdaad, weet je, daarop aangepast, weet je, op je ontwikkelingsdeel? Zo nee, weet je, dan is het moment voor herijken. Ik zei daarnet van, als je praat over herijken, dan praat je over de functie van het instrument. Mm-hmm. Ja? Je hebt dan het instrument, de functie van het onderwijs, en algemeen beschouwd zijn er drie functies. Je hebt de kwalificatiefunctie, je hebt de selecte en de allocatiefunctie. En met name de sociale functie is ook heel erg belangrijk. En daarop komen we dan in jouw onderwerp, van cultuur en de normen. Want onderwijs is in principe het instrument om waarden en normen over te dragen. En als je begint bij het kleuteronderwijs, weet je, dan missen we eigenlijk, weet je, sessies over waarden en normen. Vanaf kleins af begin je ze waarden en normen te leren. Mm-hmm. Het enige wat we aan ze aanleren is rekenen, is Nederlands, geschiedenis. Maar waarden, weet je, die eigenlijk, weet je, het waard zijn van de samenleving, dat wordt juist niet onderwezen. En dat zou de Partij zeggen van, ja, dat wil ik er terugzien. Daar wil ik ga terug naar Kala. Juist. Want van beide partijen, zowel de PL als de ABO, die hebben in regeringen gezeten. Ja. U zat zelf bij het ministerie van Onderwijs. Ja, 3 maanden. Hoe komt het? Oh, kort. Te kort om iets te doen, bedoel je dat? Ja, te kort. Ik zat nodig, ik was eruit. Oh, ik was ook bij het universiteitsbestuur als voorzitter. Ja. Dus, niet als voorzitter, even correctie. In het bestuur. Ja, ik zat in het bestuur. Oké. Maar wat mijn vraag nu is, hoe komt het? Want ik heb het gemerkt bij verschillende regeringen, dat dat ministerie eigenlijk een stiefmoederlijke behandeling krijgt. Hoe komt het? Want u zegt het moet, u gaat het herijken, het is het instrument. Hoe komt het dat er dan niet bijvoorbeeld in veel geld ingestopt wordt en ook niet veel expertise? Ik zou het snel kunnen beantwoorden. Hoe? Als ik president zou zijn, weet je, dan had ik de bevoegdheid. Zo werkt het ook niet. Nee, maar je zit in een coalitie en je werkt, weet je, met een regeerprogramma. Maar waarvoor willen PJL en ABOP zich nou hard maken? Dat is precies wat ik wil. Want anders gaan we weer straks in een constructie zitten waarvan je zegt, ja, we zijn wel in de regering, maar we hebben niks te zeggen. Ja. Dus maar als je nog even aanvult, dan gaan we even straks kijken hoe de gemeenschap erover denkt. Nee, ik neem je serieus. Om heel kort daarop in te gaan, ik kan niet als smoes gebruiken, de ABOP heeft geen minister gehad bij onderwijs. Mm-hmm. Ik vind dat als er verkiezingsprogramma's zijn, dat je al bij het samen praten om te vormen, bij, een coalitie te vormen, dat je daar al hard moet maken. Want tijdens de programma's zoals we propaganda zoals we nu bezig zijn, maken we ons hard daarvoor. Mm-hmm. Dus zoals het staat in de in ons verkiezingsprogramma, dat we bijvoorbeeld erop willen gaan toezien dat leefgemeenschappen ook worden meegenomen binnen het onderwijs, dan moet ABOP ervoor zorgen dat ongeacht welke partij een ministerie van Onderwijs krijgt, dat het gebeurt. Gewoon gebeurt. Ben ik met u eens. Ik ga even recappen voordat we naar die Foxpop gaan. Mm-hmm. Ik wil eigenlijk even zeggen van wat Rob heeft aangegeven, even klein samenvatten. Kijk, hebben we het goed begrepen? Die Gotong Royong gedachte, het samen tillen. Ik vind het heel belangrijk dat je ermee komt. Ja. Het onderwijs als instrument, dat is het zeker, om tot een behoorlijk ontwikkelde samenleving te komen. Hè. Het ontwikkelingsdoel
waarbij het samenleven en het gemeen zijn gemeenschap yeah. wordt meegenomen. Ik vroeg me af hoe zit het met de scholing van de bevolking, maar daar kunnen we straks over. Er was ooit onderzoek geweest. Het was bijna beledigend dat het echt 70% of zo LBO of MBO, dat schrok ik toch wel even van. De begroting die bijna gênant is van 15,4%, waarin ontwikkelde landen het toch 33% is. Yeah. Maar natuurlijk heb je aangegeven die collectieve lijn en die individuele kijk. Yeah. Wat de ABO betreft is, hoe gebruik je het geld? Hè? Ik hoop dat jullie je echt daar hard voor gaan maken, want je weet, we hebben alleen maar onze materialen, gebouwen, leermiddelen, et cetera, et cetera. Waar gaan we naartoe als je daarnaar kijkt? Hè? En wat belangrijk was, wat ik denk dat ik toch even in deze recap moet meegeven van de ABO, is dat de directoraten, cultuur en ontwikkelingsdienst, dat je daar vooral een cruciale rol aan wil geven. Ik ga even citeren een onderwijsdeskundige, Marie Levels, die zei je moet vooral kijken naar kwaliteit van het onderwijs. Onderwijzers moeten de gelegenheid krijgen om hun werk goed te doen. De kwaliteit van het onderwijs hangt ook deels af dus van die onderwijzers. Hè. Je kan van die prachtige paraplu ideeën hebben, maar hoe zit het daarmee? Het huidig systeem legt het accent te veel op het beoordelen. En dan heeft het over die relatie leerkracht-leerling. Yeah. Het accent moet gaan liggen wat kinderen wel kunnen. Hè? Als je op privéscholen kijkt in Suriname, is de hele andere insteek. Moeten we niet gaan kijken naar die modernisering. Talenten moeten ontdekt worden, gekoesterd worden. En vooral het aantal drop-outs moeten nu echt een keer onder vergrootglas. We praten er zo lang over. Er is vanaf de lagere school te veel druk op leerlingen. Maar de man van de straat, die had ook wat te zeggen. We gaan even naar de Foxpop kijken wat zij ervan vinden. Ja. Balans in 2020. 15% naar zo'n 10 ton. Als ik moet aangeven in percentage, zou ik zeggen 25-30%. Daar is het helemaal goed. Ah, maar moet je daar iets van maar moet je ook voelen. Maar je moet je daar ook met een pist dat van die vrede dat je was geschreven in gewoon normaal. Men moet opletten op bepaalde dingen. Wat we hier nodig hebben, wat de kinderen nodig hebben, hier in de stad, qua onderwijs, is ook Suriname. Binnenland is ook Suriname. Ze hebben het ook hard nodig. Je kan daar niet aan elkaar scoren. Een voedselpakket, naar school, in de team en dan heb je de toren vast toe. Als er 50% erbij komt, dan kunnen we toch een beetje vrijer ademen. Balans in 2020. Balans in 2020. Wat vond je daar nou van? Ja, nou dat is precies, die gedachtegang hebben wij ook. Ja. En wij hebben zelf gesteld van als we kijken in procenten van onze BBP, van de Europese norm met name dat is 5% van het BBP. We zouden zelf kunnen tillen naar 10% van onze BBP. Want we hebben een behoorlijke achterstand. Ja, we hebben een behoorlijke achterstand. Mevrouw Dalsa? Okay. 35%, er wordt gerefereerd naar 35%. Dat is van de totale begroting of van de totale uitgaven van de overheid. Mm-hmm. Maar in dit geval gaan we verder. We gaan zelfs een beetje naar, de hoogte van onze bruto binnenlands product. Dat het nog meer moet dat zijn. Dat het nog Alla, meer moet zijn. Heb je daar nog wat op aan te vullen? Nou, ik vraag me af, want mevrouw Doza had het over hoe besteed je dat geld. Ja. Want het is ook zo dat soms geld vrijgemaakt wordt. Mm-hmm. En aan het eind zie je dat dat geld niet gebruikt is. Of verkeerd gebruikt is. Ja. Of gestolen. Nu wil ik weer afgestolen, zegt jij. Deel uitmakende van de regering. Laten we dat woord verdampen gebruiken. Verdampen, oké. Okay. Ja. Maar bij mij gaat het erom, in jullie beleidsprogramma, wat is specifiek opgenomen? Waarvoor ga je dat geld gebruiken? Want wij kijken bijvoorbeeld naar, er wordt gevraagd naar scholen in het binnenland. Gaat het daarvoor gebruikt worden? Wat hebben jullie specifiek opgenomen in je beleidsprogramma's? Oké, als ik even... Ga maar even aan en dan ga ik nu mevrouw Dalsa ook even het woord geven. Zo, ja, okay. Voordat we voorbij gaan, maar okay. Ga maar even. Ja, we hebben dan hier, we hebben even aangegeven, is het oppakket doorvoeren van het 11-jarige basisonderwijs. Mm. Want dat was een heel goede plan voor de hervorming, of althans hervorming van het instrument. En dan heb je dan, we hebben dan het idee van een 4-jarige voortgezet onderwijs, waarvan 3 jaar uniforme curriculum, weet je, waarbij je dan keuzevakken hebt in die 3 jaren. En dan nog facultatief, nog 1 jaar VWO of 1 jaar BO, facultatief.
En daarnaast hebben we dan ook een schoolplicht. Ja, maar verbonden aan een conditioneel cash transfer. Wat betekent dat? Want dan zit ik thuis, denk ik, waar gaat dat over? Ja, okay. Een leerplicht. We hebben leerplicht. Ja. Weet je, dat betekent van iedereen... Kinderen een bepaalde leeftijd moeten... Moeten een lering krijgen. Ja. Weet je? Ja. Niet naar school, lering. Lering krijgen, ja. Schoolplicht daarentegen, die zegt... Je bent verplicht om naar school te gaan. Dat is schoolplicht. Mm-hmm. Maar dat betekent, je accommodatie, je infrastructuur moet zo van die aard zijn, weet je, dat het daarop antwoord geeft, ja? Die schoolplicht. Okay. En daarnaast willen wij dan met name binnenlandse studiebeurzen. Wat wij nu zien, zijn alleen maar studiebeurzen voor het buitenland. Mm-hmm. Maar we hebben zelf geen binnenlandse studiebeurzen, geen één. Wat we hebben is studietoelagen, een studievergoeding. Maar een studiebeurs waar wat we volledig gefinancierd. Wat zou die studiebeurs zijn? We hebben wel studiebeurzen. Binnenlandse studiebeurzen, IAM Gold, die stimuleert de leefgemeenschap. Vanuit het bedrijf. Ik praat vanuit de overheid. Okay. Vanuit, weet je, de positie van de overheid. Ja, maar dat is omdat doorgaans... Laat me dat even nuanceren voordat je andere vragen stelt. Het gaat vanuit van de overheid. Door stimuleren, weet je, daarom heb je dan ook, weet je, ook de verankering van het bedrijfsleven, weet je, in het onderwijs. Mm. Want dan heb je dat ze dan ook, weet je, beurzen kunnen verstrekken. Maar van de overheid zelf, is er niet. Weet je, is er niet. Klopt dat, Emmanuel? De overheid heeft doorgaans niet eens geld om die goedgekeurde begroting ieder jaar gewoon toe te kennen. Maar de vraag is, wat ga je doen met dat geld? Nee, wat ga je doen? Maar dat is een goede vraag. Maar als we het hebben over beurzen... De beurzen naar het buitenland, die worden ook niet door de overheid verstrekt. Het zijn de landen waarmee we relaties onderhouden, die ieder jaar een bepaald aantal beurzen ter beschikking stellen. En weet je wat het gevaar is voor je samenleving? Weet je wat het gevaar is voor je samenleving? Ja, je krijgt die brain drain, want mensen gaan weg, ze hebben daar betere faciliteiten, ze zijn afgestudeerd, krijgen iets aangeboden. Priscilla. Nou, even nog een aanvulling op wat Jala zei. Dus om antwoord te geven op uw vraag. Ja. ABO heeft opgenomen het aantal leerlingen in een klas, dat sowieso kleiner moet worden. Ja. Toen ik in de tweede klas zat, hadden we 60 leerlingen. Dat was tweede klas lagere school. Mm-hmm. Men wilde terugbrengen naar 24. Dat wil zeggen dat er meer scholen lokalen tenminste. Mm-hmm. Dus dat is een van de investeringen die moet plaatsvinden. Waarvoor ABO op zich hard wil maken, want dus daar gaat het bij mij. Dit willen we gaan doen. Op basis van, dit zeg ik op basis van verkiezingsprogramma. Ja. Oké, akkoord. Een ander ding dat belangrijk is, ook op basis van het verkiezingsprogramma, is dat we, mevrouw Karen heeft het net genoemd, drop-outs. Als ik bijvoorbeeld zeg Tanya Pinas, dan weten de jongeren van mijn periode dat zij een van de mensen was die peer educators trainde. En na haar laatste training zijn die trainingen niet meer gekomen. Mm-hmm. Wat hielden ze in? Heel kort. Peer educator, dus leeftijdsgenoten trainen. Trainen. En doordat je leeftijdsgenoten traint, het zij ondernemerschap, het zij seksuele voorlichting, krijg je daar ook een manier van onderwijzen. Waardoor het probleem van drop-outs... Ik weet niet of je de projecten kent, Cariu bijvoorbeeld, via Stichting Koken, al dat soort projecten. Dat soort projecten, vanuit de overheid, zouden die ook geïnitieerd moeten worden. Zodat drop-outs iets hebben om te doen, dat is één. Maar zodat wanneer ze dat hebben gedaan, ze niet op dat niveau blijven, maar dat ze zich verder kunnen onderwijzen. Eventueel terug kunnen gaan naar regulier onderwijs. Dus dat zijn praktische dingen op basis van verkiezingsprogramma van de ABOP die gerealiseerd moeten worden. Oké, dankjewel. Hebben jullie nog wat aan te vullen? We hebben nog een halve minuut. Ik link ook die slechte schoolresultaten die we elk jaar weer hebben. Ik wil weten of de partijen zich daarvoor hard gaan maken. Ja. Wat doe je precies om dat aan te pakken? Want daardoor krijg je ook die drop-outs. Ja. Wat ik, dus los van de ABOP, wat ik doe, is gaan naar de scholen en de kinderen alvast motiveren. Okay. Door gebruik te maken van, sowieso. Rob? Ja. Motivation sowieso. Heb jij nog een laatste vraag? We hebben nog een halve minuut. Voor mij, inderdaad. Maar dan sluit dat van de partij Luhoe aan op wat zij zegt. Mm-hmm. Keuzevakken, want de reden waarom je drop-outs krijgt is omdat het regulier onderwijs niet interessant is en niet aansluit bij de beleving van de mensen. Onder andere, we moeten een onderzoek doen. Ja, maar ook als je zwak bent in een vak, ik heb bijvoorbeeld, ik was heel slecht in ECO 2,
En op een gegeven moment kreeg ik op de AMS de mogelijkheid om een ander vak te kiezen. Maar dat heb je niet op alle middelbare scholen. Dus al dat soort dingen zouden bekeken moeten worden. Oké, okay. Ik dank alvast hartelijk Rob Soentiek en Priscilla Dausa voor het eerste onderdeel. Onderwijs van het eerste live debat. Heel hartelijk bedankt. Ik wens jullie alvast op dit stuk heel veel succes. Want het is een van de dragers van die hele Surinaamse gemeenschap. Dat mensen niet geschoold genoeg zijn en dat heel veel faalt, je kunt niet zeggen en staat, maar vooral faalt daardoor. Wij komen zo bij de kijker terug met het tweede onderdeel, dat is volksgezondheid met de partijen Percaya Luhur en de ABOP. Balans in 2020. Dat was snel. Balans in 2020. Kijk, als je het zelf krijgt, gratis, is wel goed van de ene kant. Maar toch... Welkom terug bij het eerste live debat Balans in 2020. En we zijn nu bij het tweede onderdeel Volksgezondheid. En heet heel hartelijk welkom van de ABOP, Gilbert van Lierop. En van Percaya Luhur, Ingrid Kartabing. Nou, het is de major combinatie wat onze campagne betreft. Meer jongeren en vooral vrouwen, vooral op topposities. Welke plaats sta je eigenlijk, Gilbert? Nummer 3 in Paramaribo. Verkiesbare plaats? Ja, ik denk het wel. Oké, laten we daarvan uitgaan. Inke, dat is het lijsttrekker van Kommerwijnen. We zijn heel blij dat we in elk geval daar bij Percaya een lijsttrekker hadden. Want er was een beetje teleurstelling eerst. Maar gelukkig ben jij er nog. En misschien nog veel meer vrouwen die straks terugkomen. Wat de volksgezondheid betreft hebben we natuurlijk een hele hoop te zeggen. Want er gaan een heleboel dingen mis. Maar wat vooral belangrijk is, is dat gezondheid staat bovenaan de nationale agenda. En daarmee een van de dragers is, ook van de grondwet en de sociale bescherming. In de context van de huidige economische stagnatie. Er worden actief nieuwe modellen voor financiering van de gezondheidszorg ontwikkeld. Met een nadruk op de primaire gezondheidszorg, die eerste lijn van die patiënt met die arts. De gezondheidszorg met betrekking tot de huidige financiën, die voldoet natuurlijk niet. En de kosten die liggen veel hoger dan de werkelijke overheidsuitgaven. Wat denk jij er nou van? Geef me even aan, wat gaat ABOP doen op dit stuk? Want dit is natuurlijk wel een major probleem waarmee we zitten. We'll alvast kostbesparend werken. En dat kan je heel erg goed doen door preventief bezig te zijn. Als je ziet dat Suriname bijvoorbeeld, na Guyana hebben wij het meeste aantal tienerzwangerschappen in de regio. En dat wil zeggen dat 16 of 17 op de 100 van de zwangerschappen in Suriname zijn tienerzwangerschappen. Dat heeft ook gevallen voor andere sectoren.
Bijvoorbeeld, als een kind, als iemand zo'n jonge kind krijgt, heb je al moeite om je studie voor te zetten. Als je denkt aan huisvesting, dan heb je al snel dat je 2-3 generaties in een huis krijgt. Dus wij denken dat door preventieve maatregelen, voorlichting, we heel veel kosten kunnen besparen. Dat je niet direct naar de dokter hoeft te gaan. Maar ook vooral, de grootste problemen in de onderwijssector zijn, de meeste zijn ook al veel voorkomend in alle andere sectoren. Je praat over de overheidsbureaucratie, je praat over de corruptie en natuurlijk het grootste probleem is de toegang tot financiën. Dus dat moeten we rectificeren. Wij willen bijvoorbeeld dat de gezondheidszorg in 2030, dat je daar geld mee kan maken. Je kan daar denken aan medisch toerisme, maar daarvoor moet je investeren. Maar ook met heel COVID gebeuren horen we heel veel in de samenleving van ik drink bita. Maar het is misschien een beetje grappig, maar het is ook een hele hype in de wereld. En daar moeten we op inspelen. Dus hoe gaan wij om met die sector? We kunnen heel veel geld maken door export. Dus wat we nu doen, we moeten het echt ondernemerschap boosten dat we kunnen exporteren. Maar bedoel je die medicinale? We kunnen heel veel geld maken door medicinale. Maar het is niet iets dat de overheid moet doen. We moeten ondernemers de kans geven, middels lage leningen, zodat ze hun producten zelf kunnen branden en kunnen ontwikkelen. We moeten weggaan van die kleine bedrijfjes naar echt middelgrote bedrijven. We willen in 2030 willen we 100 middelkleine bedrijven, want dat is de toekomst. Dus de gezondheidszorg, het gaat echt om hoe ga je kosten besparen, hoe dek je de kosten, hoe haal je de lucht uit die prijzen. En het is hem zo'n beetje voor de ABO. Ja, wat de gezondheidszorg betreft. Want ja. We hebben natuurlijk nog een hele hoop. Er is een hele hoop. Basiskaarten, etc. Ja, dus het grootste SZF, ja, hoe zit dat nou daarmee? Dus 2016 was de staatsschuld 9 miljard SAD. En aan het eind van 2020 was de staatsschuld geklommen naar 22 miljard SAD. Dus je hebt de staatsschuld is met 13 miljard SAD gestegen in 3 jaar tijd. En dat zie je dan terug bij het SZF. De ziekenhuizen hebben, SZF heeft een schuld bij de ziekenhuizen van 300 miljoen. En de ziekenhuizen hebben dan weer een schuld bij de leveranciers van 200 miljoen. En dan zit je dan met 80% van de Surinamers die een SZF-kaart hebben. En die zitten dan met de gebakken peren, want dan krijg je nu extra kosten na bijvoorbeeld een medische behandeling. Je gaat naar de apotheek en je wordt geconfronteerd dat bepaalde medicamenten niet meer in de klapper voorkomen. Of ze komen wel in de klapper voor, maar je gaat ze moeilijk vinden, dus je hebt de heel gelopen en gereden. Dus er is een verschrikkelijke crisis in ons onderwijs. In ons gezondheidszorg. In ons gezondheidszorg. Ook in ons onderwijs, maar in onze gezondheidszorg is een verschrikkelijke crisis. Yeah. En we moeten ook een crisisaanpak daarop loslaten. En hebben jullie daarover nagedacht verder dan dit? Dus eigenlijk is het preventieve de main focus. Omdat we nu weinig geld hebben en we weten de schuldenlast is dusdanig. Dus. Oh, dat is dus de reden. Oké. Inke Kartabink, je bent natuurlijk al 5 jaar in de DNA, dus ik denk dat je al behoorlijk met het beeldje kan hakken. Maar ik stel me voor dat je een hele grote rol hebt gespeeld binnen jouw partij om te komen tot een bepaalde manier voor oplichting van die gezondheidszorg. Klopt dat? Oké, als we alvast beginnen met de gezondheidszorg over het probleem waarin ze nu zitten. Mm-hmm. Het probleem waarin ze nu zitten is gebrek aan geld. Vaak horen wij bijbetalingen voor medicamenten, bijbetalingen voor operatie, bijbetalingen voor röntgenfoto, bijbetalingen voor behandeling. Dat kan niet. Als we gaan voor het recht dat elke burger het recht heeft voor goede gezondheidszorg, dan moeten wij dat kunnen leveren als overheid. De plicht en de verantwoordelijkheid ligt bij de overheid. En wanneer de overheid andere prioriteiten stelt dan de gezondheidszorg, dan krijgen we dit probleem, ja. En het grootste probleem ook is dat die SZF die grote tijdbom is. Die schandalen op schandalen die we aanhoren. Dat we panden kopen en in plaats van medicijnen aanschaffen. Als we horen van dat we panden hebben gekocht en niet eens weten van wie die panden zijn. Als we in DNA-vergadering naar stukken hebben gevraagd. Dat we nog horen van over gezondheidszorg? Over gezondheidszorg. Als we praten over zorghotel, weten we nog steeds niet wie de eigenaar is. We horen van AZ hier voorgeschoten. Dan horen we weer, het is een goede vriend van de president. We krijgen geen stukken. Oké, maar wat gaat Turkije doen nu? Wat Turkije nu doen is, we gaan ons inspannen. En het eerste probleem is alle actoren van gezondheidszorg bij elkaar brengen. Want het stoergedrag hebben we niet nodig in gezondheidszorg. Wanneer we het stoergedrag nu al tonen, wat we nu merken, krijgen we deze splitsing en de gezondheidszorg gaat naar de maan, want hij zit echt op zijn kop. Wanneer we alle gezondheidsactoren bij elkaar hebben, het bedrijfsleven, de vakbonden, iedereen bij elkaar hebben, want we weten money not there,
We moeten iedereen bij elkaar hebben en één goal gaan. Gezondheidszorg voor elke burger. Die garantie bieden dat we die gezondheidszorg voor elke burger gaan bieden. En hoe gaan we het bieden? Als we kijken naar het gedoe van de ministers. Eén voorbeeld ga ik u aanhalen. Als we kijken naar minister, wat voor privileges hij allemaal heeft. Hij heeft minimaal 4 gevallen auto's. Ja, maar dat wil ik niet. Dat wil ik Nee, maar ik wil gewoon komen naar gezondheidszorg. Dat is het budget die we naartoe moeten gaan halen. Oké, dat moeten we gaan halen. We moeten gaan bezuinigen. Noem dat dan zo, van we gaan bezuinigen op dat soort dingen. Overal gaan ook bij de DNA, salaris een beetje naar beneden. Juist, overal moeten we bezuinigen. Oké. Voor een beter gezondheidszorg. En die garantie bieden dat zij dat de gezondheidszorg beschikbaar moet zijn, bereikbaar moet zijn en betaalbaar moet zijn. En dan moeten we geld erin stoppen. En waar gaan we geld vinden, Karine? We gaan geld moeten vinden wanneer we gaan bezuinigen. En eerlijk gezegd, we moeten gaan bezuinigen. Wanneer we nu ook kijken dat de gezondheidszorg curatief is. We gaan pas naar de huisarts of Nicky Hattie. Dan is er al iets gebeurd. We moeten juist gaan naar die preventieve. Hoe gaan we voorkomen dat je ziek wordt? Die verantwoordelijkheid moet die burger ook dragen. Wat ga ik eten? Hoeveel zout ga ik gebruiken? Hoeveel zoet ga ik gebruiken? Betekent dat de partij gaat zitten op voorlichting? En zeker focussen op voorlichting, want dat gaat brengen. Ons naartoe brengen dat minder mensen naar de arts, een bezoek brengen naar de arts toe. Dat is ons goal. Maar de gezondheidszorg moet stabiel zijn. Kwalitatief gezondheidszorg moet geleverd kunnen worden. Oké, in het laatste debat gaan we het zeker hebben over het bezuinigen van ook het overheidsapparaat, et cetera. Waarbij ik ervan uit kan gaan dat gelden die kan op kunnen. Maar ik kijk vooral naar de toekomst. Hè? Ja. Want we hebben natuurlijk een heleboel comments op wat er gebeurt. Wat er gebeurt eerst 10 jaar, 20 jaar, vorig jaar. Allemaal prima. Het punt is, we moeten nu echt 25 naar voren. Mag ik eerst het woord geven aan Carla? Ja, want ik heb zo naar jullie geluisterd. Dus de ideeën zijn daar. Maar bij mij gaat het erom, hoe gaan we het in de praktijk echt zien? Want COVID-19 bijvoorbeeld heeft ons nu geleerd hoe belangrijk voorlichting is. Mm-hmm. Hoe gaan jullie dat echt aanpakken? Onze voorlichting van Pachaloer gaat beginnen op de basisscholen. Want wij zeggen, oud geleerd is jong gedaan. Jong geleerd is oud gedaan. If you leren van jong uit, je gwentief libiso. If you leren van jong uit dat je minder zout moet gebruiken en dat je elke dag alles 10 minuten moet bewegen. Die voorlichting moet op de basisschool sowieso in een van de vakken meegenomen worden. Want nu geven we alleen maar biologie, natuuronderwijs, natuuronderwijs en een beetje beweging voor 30 minuten. We moeten het anders aanpakken. Gericht op verantwoordelijkheid moet je kunnen dragen om gezond te leven. Als je verandering teweeg wil brengen, is het eerste ding wat je moet doen, een urgentiebesef creëren. En het urgentiebesef begint, misschien is COVID een goed startpunt, want er heerst daadwerkelijk een crisis in het onderwijs. In de gezondheidszorg. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de verpleegkundigen die werken in ons land, ze zijn heel erg gedemotiveerd. Ze werken onder moeilijke omstandigheden. Ze moeten zelf hun studie ook zelf betalen. Dus je zit met verpleegkundigen die hun gezin thuis hebben, de motivatie hebben om door te studeren, uit hun eigen zak hun studie betalen, teruggaan naar huis. Vaak zie je ze met de bus en dan onder. Er is sprake van grote verschillende onderbezetting. Dus er is ook een grote werkdruk. En ik heb ook in het Caribisch gebied gewoond en er is een grote vraag naar Surinaamse verpleegkundigen. Dus die ben je bang voor dit brain drain? Ja. Er vindt verschrikkelijk veel brain drain plaats. Want ik wil daar inhaken, want bijvoorbeeld de overheid nu laat Cubaanse artsen halen. Wat vinden jullie daarvan? Is dat Ten aanzien van de Cubaanse artsen, het wordt meer nu gefocust op het binnenland, omdat we hebben gemerkt dat onze artsen zelf niet naar het binnenland willen gaan, omdat er geen accommodatie is. Maar wat we wel hebben gezien is dat de buitenlandse artsen die Spaans sprekend zijn, moeten functioneren in onze maatschappij, in onze samenleving, die geen Nederlands kan spreken. En dat gaat een probleem brengen. Want de communicatie, het communicatiemiddel, patiënt-arts, moet juist het beste middel zijn om elkaar te begrijpen. Dus hoe ga ik mijn arts zeggen, miap edehati? Dus zal PL dat voortzetten? PL gaat voortzetten
Wanneer wij... Nee, laat me... Nee, ik moet me niet brengen naar waar u wil gaan. Ik moet niet brengen waar ik naartoe ga. Nee, PL kan meegaan met het importeren van artsen wanneer er een inburgeringsplicht plaatsvindt. Hij moet mijn taal leren kennen. Oh. Hij moet mijn taal leren spreken. En daarvoor heb ik altijd sterk gemaakt in het parlement. Want het kan niet zo zijn dat u genaturaliseerd wordt, een verblijfsvergunning aanvraagt in ons land. En u kunt mijn taal niet spreken. We moeten niet van uitgaan omdat Awakaman taal, Asranantongo, lekker spreekt. En dat, dat ons voertaal is, nee. Ons voertaal is Nederlands. Want overal waar hij gaat, als we nu naar achter kijken, wij zijn de toekomst. Verstaat die persoon dat? Nee, hij kan het niet eens uitspreken. Dus het is ons voertaal die wij moeten respecteren. En ik vind, elke buitenlander moet mijn taal kunnen spreken, lezen en dergelijke. Okay. Dus wanneer we zeggen van, we willen buitenlandse artsen ook in ons land, prima. Maar je moet inburgeringsplicht doen. Okay. En ten aanzien van die... Even afronden, hoor. Ja. Ten aanzien van die binnenland, ten aanzien van de buitenlanders die in het binnenland geplaatst zijn, zij worden voorzien van goede huisvesting. Zij worden betaald in US dollar. En ze krijgen ook 1 keer per jaar een ticket om terug te gaan naar hun moederland, naar hun gezin, om een vakantie te krijgen. Ze krijgen een vakantie. Hebben wij dat onze artsen aangeboden? Never. Alles moesten de artsen zelf doen. Okay, dus en dat vind ik niet, dat ik niet correct ten aanzien naar onze artsen. Okay, wat denken jullie ervan van de ABO? Er is momenteel een crisis. Dus je kan zeggen dat we bijvoorbeeld, we gebruiken die Cubaanse artsen 2 jaartjes. Maar in de tussentijd, het probleem dat we hebben is, we creëren te weinig verpleegkundigen en we stomen te weinig artsen klaar. Die gap. Ja. Dus wij moeten samen gaan zitten met alle actoren uit het middenveld, samen met ADEC. En we moeten die studie versterken. We moeten samenwerken met internationale universiteiten. Capaciteitsversterking. Hebben jullie dat samen ook een beetje besproken? Van wat gaan we samen doen op dit stuk of nog niet? Met Babop nog met Abop nog niet. Maar ik denk dat we op 1 lijn zijn. Ja. Ik zou wel willen inhaken op wat jullie beiden zeggen. Want ik heb toevallig andere informatie en ik heb het niet van horen zeggen. Ik heb het ervaren. De Cubaanse artsen die vorig jaar juni naar Suriname zijn gehaald, die hebben tot en met februari van dit jaar inburgeringscursus gehad. Ze hebben Nederlands gehad, ze hebben Sanantongo gehad, ze hebben de Surinaamse cultuur gehad. En ze hebben ook werkexcursies naar de plekken waar ze gelokaliseerd zouden worden gehad. Dat is 1. 2. Ja, is mooi en waar. We leveren te weinig artsen af en noem maar op. Maar het hangt ook af van de faciliteiten die gecreëerd worden. Precies. We hebben al een hele tijd de achterstand van artsen die afstuderen. Maar wat je ook krijgt uiteindelijk, ondanks we de numerus fixus hebben verhoogd op een bepaald moment, de faciliteiten zijn er niet, dat is 1. Maar 2, wanneer iedereen hun de theorie heeft afgerond en naar de klinische fase moet, worden we geconfronteerd bij het AZP bijvoorbeeld, dat de specialisten liever buitenlandse studenten en stagiaires accommoderen in plaats van de Surinaamse. Terwijl het AZP juist het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is, omdat daar de faculteit der medische wetenschappen aan gekoppeld moet worden, omdat je zonder een academisch ziekenhuis geen faculteit der medische wetenschappen kan hebben. Dus daar zit het probleem. Het zit in het beleid en het zit in de ballen hebben, de guts hebben om te doen wat er moet gebeuren. Dus wat gaan jullie specifiek doen? Wat zijn de acties die jullie gaan ondernemen? Op dit stuk. Dat is wat ik wil. Op dit stuk. Ja. Is het nieuws voor jou, Dirk? Dus ik zou net zeggen, van ik ga dit onderzoeken, wat u zegt dat er voorkeur gegeven aan buitenlandse studenten om stages te lopen. Ja. Ja. Oké, dat onderzoek ga ik zeker... Daar zou je er wat aan doen? Ja, zeker onderzoeken. Wat aan doen? Kijk, die Cubaanse artsen, we zitten in een economische crisis. En wat we dan nu doen, we pakken onze, ik weet niet hoe ze betaald worden, maar laten we ervan uitgaan, valuta. En we nemen het en we verschepen het naar Cuba. Wat Cuba heeft gedaan, ze hebben geïnvesteerd in studenten. Ja, in studenten, maar ze maken het is e-toerisme. Ja. Het is geen e-toerisme. Nee. Medisch. 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 Om uit te zenden. Hè? En dus we zijn gewoon in een val getrapt. Dus wij geven hun gewoon geld. Ja. Terwijl we al problemen met valuta, is kapitaalvernietiging. Oké, als je daarop gooit, dan heb je de gezondheidszorg hier nog niet aangepakt. Behalve dus dat je aan het geld bent gegaan. Ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel meer problemen hier. Met name met basisverzekeringen, de gratis gezondheidszorg. Dingen die in principe met heel veel positieve initiatieven zijn opgezet. Want daar moeten we toch van uitgaan. Ja. En niet altijd denken van, dat was ook slecht bedoeld. Nee, daar geloof ik in elk geval niks van. Er waren heel veel mensen die dat wel degelijk nodig hebben. Er is een probleem met de lichtdagtarieven. Maar ik wil toch even teruggaan naar een
een groot zorgpunt, met name van de Vereniging van Medici in Suriname. Die hebben het over het gedrag van het SZF, waarbij ze zeggen dat er al jaren geen financiële verslagen zijn van externe onafhankelijke accountant. Die zijn niet uitgebracht, ook niet van het KLAT. Weten jullie daar wat van? Gaan jullie daar wat aan doen? Ook dat deze ene zorgverzekeraar niet alleen maar zorg levert, maar ook tegelijk de betaling van de patiëntenzorg doet. Zijn jullie daarvan op de hoogte? Is dit volgens de VMS is het dus een belangenverstrengeling. En dat men dus vooral wil dat de regering optreedt, dan wel mensen die in de politiek gaan. We gaan ervan uit dat jullie dat doen. Dus laten we kijken even wat die Surinamer zegt op straat over die toegang van die basisgezondheidszorg die in 2018 is overgenomen door het SZF. Laten we even daarnaar kijken en het stukje even van die Cubaanse artsen loslaten en straks terugkomen op dit specifieke stuk waarbij de Surinamers dagelijks mee geconfronteerd worden. We kijken even. Balans in 2020. Kijk, als je het zelf krijgt, gratis, is wel goed van de ene kant, maar toch worden niet alle medicijnen op die recept gedaan. Je moet sowieso in je zak gaan. Je kan misschien gaan voor basiszorg, maar je komt niet in aanmerking voor bepaalde medicijnen. Amma moest de, te mi abadris van het hem go zoeken, min feneng. De mannen, origine tak bisma, urusma, senioren, burgers. Nou, abad telefoon, PIK, app, PIK, internet. Nou, dit is mij bel, gehoord gebeld en gebeld worden. Dus dit is mijn losaf, wat ik moest doen. En hele desan uang paket mudah alasan mudah komplit desan mudah de regel desan ni alasan mudah ini nak perlu tak ki ini mesti gaul lawak kawak kah dah. Balansen 2020. Die basisverzekeringen met die gratis gezondheidszorg, je ziet de ervaring van de mensen. Je zou ervan uit kunnen gaan, het gaat heel goed en want de intentie is natuurlijk goed geweest en natuurlijk kun je kijken van moet je soms dingen aanscherpen? Wat zou de Partij Alehoer aanscherpen? Kijk, sowieso, de basiszorg, de basiskaarten, laat me duidelijk zijn hoor. De basiskaarten is geen gunst, het is geen cadeautje. Zeg ik het goed? Het is geen cadeau. Het is geen. Het is een recht. Het is een recht van elke Surinaamse burger. Het is een recht van elke Surinaamse burger in nood. Lanti moest man jepje voor akwam basukarta. Daarnaast zijn er ook basukarten die je moet betalen, vrijwillige kaarten. Ten aanzien van de klapper, en daarover heb ik vaker gesproken. Er zijn 42 medicijnen of 51 medicijnen die opgenomen zijn in de klapper. Maar als je gaat, is meer dan de helft er niet. Dus wie hou je dan voor de gek? Want als ik niet bijbetaal, krijg ik mijn medicijn niet. Eenvoudig is, toen coronavirus kwam in Suriname, begon ik hoestdrankjes en er is een bruistablet aan te schaffen. En ik moest 100 zoveel ervoor betalen. Maar ik moest het hebben in mijn huis. Want er wordt mij gezegd, het begint hier bij de keel. En als je vanaf de keel begint te kan bestrijden, dan en hygiëne op nahoudt, dan is het oké. Dus begonnen die dingen te kopen in huis. Maar ik moest het betalen. Ik kan het permitteren. Maar een gewone persoon kan het niet permitteren. Je moet 100 zoveel ervoor betalen. Dus ik zeg van, wanneer we gaan voor gezondheidszorg, moeten we die garantie bieden dat het betaalbaar moet zijn. En dat mensen krijgen wat ze wordt beloofd. Zeg ik het goed, Emmanuel? Ja, en dan kan Gilbert ook daarop ingaan. Ja, dat men niet alleen dat mensen krijgen wat ze wordt beloofd, maar dat mensen krijgen waarvoor ze betalen. Want niet iedereen heeft een gratis kaart. Ja. Sommige mensen betalen. Dus wat gebeurt met al dat geld? Hoe komt er dan ineens een schuld van 300 miljoen bij de ziekenhuizen als de mensen maandelijks hun premies moeten betalen? Heeft Abba daarnaar gekeken, Gilbert? Het grootste probleem dat je hebt is transparantie. Als zaken niet transparant zijn, dan creëer je de kans dat er corruptie ontstaat. Dus, en ik heb ICT gestudeerd in de informatica. Als een systeem niet goed werkt, is het soms beter om een nieuw systeem te creëren. Dus daarom willen we na de verkiezing aan tafel zitten met alle actoren, want alleen heb je het antwoord niet, want het is een zeer complex probleem en je gaat het niet alleen niet kunnen oplossen. Dus we willen met alle actoren aan tafel zitten en dat hele ding herontwerpen. Drastisch herontwerp. Je zit ook te kijken, we willen competen op internationaal niveau. Dan moet je processen binnen de overheid aan internationale best practices voldoen. En dat kan bijvoorbeeld door een centrale software systeem.
waar je alle deelgebieden van de overheid aanlinkt. En dan kan je praten over digitale patiëntendossiers. Dat als ik bijvoorbeeld, ik ben in Marowijn en ik ga naar de arts, dat mijn digitaal patiëntendossier wordt opgehaald, ze zien wat mijn bloeddruk is. En dan kan je ook de zorg een beetje garanderen. Ja. Maar dat... Dus ik hoor inderdaad dingen terug die in het eerste kabinet Boutersen al zijn opgestart. Er is helaas geen gevolg meer aan. Een heleboel waren mee. De overheid heeft toen bij een assessment die op eigen initiatief is ondernomen een dikke onvoldoende gehad. U zou het moeten weten als parlementariër, want het resultaat is gepresenteerd binnen DNA. Maar bij mij gaat het er nou eindelijk om. Ja, leuk, we moeten een nieuw systeem ontwerpen. Ja. Maar waarom wachten we altijd tot na de verkiezingen? Mm. We hoeven niet per se in het machtscentrum te zijn om te zeggen, hey jongens, kom, we gaan met elkaar brainstormen over de toekomst van dit land. Nee, daar wil ik wel inhaken wat u zegt. Ik ben volkomen met u eens als we samen gaan, als we zeggen van we gaan samen voor één mooi Suriname. Maar heeft u ooit DNA-vergadering gevolgd? Waarbij de meerderheid van het parlement bepaalt in het parlement, wanneer de minderheid issues heeft, dat het verworpen wordt. Heeft u ooit dat gevallen? Ja, ik heb dat meegemaakt vanaf ik een kleine jongen ben. Precies. En waar wilt u naartoe gaan en ons naartoe slingeren, dat wij dat niet op tafel gooien? Wij gooien het wel op tafel, maar het wordt van de tafel geveegd. Dat is in de DNA. Maar daar maak je beleid. De actoren zijn niet in DNA, de actoren zijn er buiten. Ja. De actoren zijn de vereniging en wie bepaalt dan aan het eind? Dus de meerderheid van het parlement. Ja, uiteindelijk komen we daar. Maar als we nu al weten dat het een probleem is, en het is niet nu een probleem, en geloof me, iedereen in DNA schreeuwt al jaren, maar niemand heeft dan een initiatief genomen om te zeggen, hé, ook al zijn we niet aan de macht, ook al weten we dat het misschien nu van de tafel wordt geveegd, we beginnen ons huiswerk te doen. Want mocht het zijn dat we daar komen, dan hebben we het plan, hebben we met alle actoren gesproken en dan hebben we een goed idee over welke richting we opgaan en hoe we dat moeten doen. En dat is precies wat ik heb gezegd als Partij Loer. Dat wij die garantie bieden dat we met iedereen aan tafel gaan zitten en alle actoren gaan aan tafel zitten. Niet alleen maar... gezondheidszorg, alle actoren, vakbe, iedereen. Gezondheidszorg, want we moeten met één oplossing komen. Dat is het doel, garantie bieden voor elke burger. Mag Carla nog één vraag stellen? Ja, en dan Gilbert aan het woord ook laten, ja, dan hebben we iedereen gehad. Je hebt ook aangegeven, die basisverzekering is geen cadeau. Nee. Jullie gaan het voortzetten? In welke vorm? Voor de mensen die in nood hebben sowieso daarvoor recht op. Voor mensen in nood, Gilbert, ben je het eens met de Caritabele? Maar je moet, als je iemand iets belooft, moet je het kunnen waarmaken. Dus, en jij gelooft erin? Ik geloof erin, maar ik geloof dat we een groot financieel probleem hebben. Dus we moeten kostenbesparend gaan werken, kijken waar we effectiever, efficiënter kunnen werken, zodat we het mogelijk kunnen maken. Dus er zit een heleboel lucht in die prijs. Maar wat er werd geroepen van, het moet afgeschaft worden, want het heeft te veel kinderziektes en dat soort zaken, daar gaan jullie niet voor. Je kan het herontwerpen. Nee, niet herontwerpen, er moeten amendementen komen. Enkele artikelen moeten herzien worden. Maar ik heb een vraag. Ja. We hebben een halve minuut. We hebben een halve minuut. SNF heeft basiszorg overgenomen. Ja. Je hebt nu bij SNF heb je het basiszorgpakket, maar dan heeft SNF ook zijn eigen basispakket. Klopt. Dat overigens, en dat is mijn ervaring, goedkoper is dan als je de basiszorg neemt als particulier 1. En 2, uitgebreider is dan de basiszorg. Dus is het dan niet nodig dat we zeggen, hé, toch heeft het zoveel kinderziektes. We houden het even aan. En in plaats van dat we dat basiszorgpakket aanbieden voor zoveel geld meer, laten we die mensen die nu de basiszorg nemen, laten we dan het basispakket van het SZF nemen. Is dat een idee die jullie evaluatie? Ik kan meegaan met het idee dat het een pakket wordt. Elke kaart... Een particulier, een vrijwillige en een basiskaart moet aan een pakket verbonden zijn. Zoals, ik had een ander voorbeeld ook. Dat je niet meer dan 5 keren bijvoorbeeld fysiotherapie, kan gratis krijgen. Misschien bij die 6e ga je een kwart betalen. En dan zo kunnen we opvoeren. Okay. Er moet een bijdrage komen. Maar eerst die evaluatie komt, maar na 5 behandelingen.
dat je al een beetje kan lopen, ga je een kwart betalen. Die bijdrage willen we ook natuurlijk hebben. Maar we gaan het sowieso meenemen wat u daarnet gezegd heeft. Oké, ik ben blij dat het in elk geval een geweldige meerwaarde is hier. Ja, ja, ja. Wat onze Emmanuel Scheken in elk geval heeft aangaat. Ik weet niet of Gilbert nog iets wil toevoegen, heel kort. We moeten gaan kijken wat de situatie is bij de SZF. Bij de SZF, want we hebben nu geen zicht daarop. Ja. Oké, daarmee heb je in principe alles gezegd. Ja. En dan ben je een beetje op lijn, ook met VMS en anderen die zich nog zorgen maken dat het een beetje een wel een erg grotere puinhoop is dan wat we nu denken. Dankjewel. Heel hartstikke bedankt. Ik bedank Emmanuel Scheen als mede-organisator en panellid vandaag. Ik bedank Carla Boetjes als senior journalist en voorzitter van de SVJ dat je in elk geval kritisch wilde kijken naar nieuwkomers en een andere uit de DNA die er al is. Ik dank Gilbert van Lierop van de ABOP en Priscilla Dausa ook van de ABOP die in het eerste onderdeel onderwijs het een en ander vooral voor de ABOP heeft gepresenteerd. Namens de Partjaya Luhur waren hier Ingrid Kartabink, heel hartelijk dank, en Rob Soentiek. Ik dank u als kijkers. Ik ben blij hoor om te zien dat vooral vanuit de ABOP dacht ik waren er 28% vrouwen en veel meer jongeren. En de Partij Aluhoer 20% met onze lijsttrekker in Komowijnen. Wij zijn blij dat we in elk geval dat doel deels bereikt hebben. Want nu moeten mensen natuurlijk in het parlement komen. En dat zullen de verkiezingen alleen maar kunnen uitmaken. Ik wens jullie heel veel succes toe. En tot donderdag 7 mei, dan zitten we hier met twee andere politieke partijen en een andere journalist er ook nog bij. Ik dank verder de technische realisatie van de STVS, de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en niet te vergeten de United Nations Development Program. De herhaling van dit programma ziet u morgen woensdag op Apinti TV om 7 uur 's avonds. Ik dank u wel, tot donderdag.